Tourclub 81 uit Helmond bestaat deze week 40 jaar. We spraken over het jubileum met de voorzitter en de secretaris. Maarten Vraak, Arie Manders, voorzitter van Tourclub 81 Helmond. Jullie bestaan deze week 40 jaar. Hoe mooi is deze mijlpaal voor de Tourclub? Ja, het is natuurlijk heel geweldig en misschien wel een beetje uniek in Helmond dat zo'n clubje dat 40 jaar geleden is ontstaan uit de groep liefhebbers die zich een beetje af heeft gescheiden van een andere groep. En dat al 40 jaar volhoudt. Al 40 jaar doen wij op elke zondag in de zomermaanden houden wij een toertocht. En ik moet zeggen, ja, dat is toch wel uniek. Daarnaast hebben we ook nog een hele hoop andere dingen gedaan, maar komen we misschien straks nog wel even op. Ons hoofddoel is eigenlijk op zondag een toertocht te houden in de zomermaanden. Want wat maakt Tourclub 81 uniek vergeleken met alle andere wielerclubs? Eigenlijk zijn wij ja, uniek, maar andere wielerclubs, er zijn er veel meer. Maar dat wij toch al die jaren die tochten organiseren en wij alleen bestaan uit een toertocht. Je hebt ook andere wielerclubs, maar die hebben dan bijvoorbeeld een jeugdafdeling en een opleidingen en tot amateurs. Maar we zijn echt een liefhebbers. Vereniging. Echt een vereniging voor liefhebbers. Ja, want u zegt het net al, hè, de jeugd. Hoe proberen jullie de aanwas vanuit de jongeren te krijgen voor de club? Hoe proberen jullie meer jongeren te krijgen bij de Tourclub? Nou, dat is best lastig. Wij organiseren wel wat activiteiten, onder andere voor de jeugd. We hebben, zoals ik al verteld heb in het voorgesprek, hier dit Bakersbos aangelegd, deze baan. Maar op Dierdonk hebben we ook een jeugd-ATB-baan aangelegd. Hoofdzakelijk voor de jeugd. Dat de jeugd bijvoorbeeld uit Dierdonk daar zelfstandig kan gaan fietsen. Dit is te groot en een beetje te ver van huis. En daar is het ook speciaal, daar hangen borden op, let op voor de jeugd. En de bedoeling is dat de jeugd zelfstandig alleen daar een stukje in het bos gaat fietsen. Gaat het jubileum dit jaar ook nog gevierd worden, het 40 jaar bestaan? We gaan het inderdaad vieren. We zijn het wel door corona een beetje beperkt. Wat wij hebben gedaan is, afgelopen maandag was 22 februari, we hebben al onze leden een rondje Helmond gegeven, dat vonden we een passelijke naam. Dat is een soort ontbijtkoek, dat is als eerste. Verder hebben we nog een feestavond waar we onze leden huldigen. Wat voor ons heel belangrijk is, is onze Helmtocht. Dat is de mountainbiketocht die we op maart 24 oktober organiseren. Dit jaar weer op 24 oktober organiseren. En die willen we wat feestelijker aankleden dan we normaal hebben gedaan. Dus dat is eigenlijk een plan om af te sluiten? Dat is een plan om af te sluiten, ja. ja. Maarten Vraak, secretaris en lid van Tourclub 81 Helmond. Wat maakt de Tourclub volgens jou zo uniek als lid zijnde? Nou, in ieder geval wat Arie ook al aangaf. De tochten die we organiseren vanaf maart tot en met oktober. De zondagse tochten, afstanden 60 tot 100 kilometer, dat is de afgelopen jaren wel allemaal een beetje naar beneden gegaan. Mensen zijn wat ouder geworden, de aanwas van onderuit is niet maximaal. Maar je ziet ook als er wat jongeren bij komen, die willen wel graag wat grotere afstanden willen die hebben. En dat ja, de meeste oudere leden die willen dat niet meer, dat gaat dus wat naar beneden toe. Ja. Jullie onderhouden met een deel van de leden hier ook het pad. Ja. Hoe vaak doen jullie dat? Nou, dat doen we wekelijks. Eigenlijk in de wintermaanden. Op de maandagochtend van 9 tot 11:30. En dan 's middags gaan we fietsen natuurlijk. Dan moeten we even kijken wat we gedaan hebben. Of dat allemaal goed ligt, of de bochtjes weer lekker liggen en lopen enzovoorts. En waarom is dat zo belangrijk dat dit ook gebeurt? Iedereen moet hier veel plezier kunnen hebben. En iedereen moet hier kunnen fietsen. En als het niet onderhouden wordt, dan liggen overal boomwortels en takken erop en het loopt niet lekker, ja, dan komt er niemand meer. En het gaat erom dat iedereen veel plezier heeft van deze baan. En ze komen van heinde en verre. Want ik woon hier vlakbij en dan wordt er weer een autootje geparkeerd met een paar mountainbikes erop. En dan vragen ze, komen jullie vandaan? Ja, Breda. Nou, kijk eens aan, dat zijn toch afstanden dat ze hier komen rijden. En dat zie je ook terug in de ATB top 10. Daar stonden we, hebben zelfs op de tweede plaats gestaan. Dan zijn we een beetje gezakt, maar we zijn nu weer, de laatste maanden zijn we allemaal weer naar boven aan het klimmen. We staan nu op de 7e plaats van alle mountainbike routes van Nederland. Nou, dat wil natuurlijk nog wel wat zeggen. Ja. Alleen maar positieve berichten. Het is altijd droog, geen wortels. Prima allemaal. Mooie bochten, goede flow. Dus, ja.
Ja, want jij zegt net, de leden hebben er veel plezier in. Als u nou terugkijkt, wat zijn, vindt u de mooiste ritten die jullie dan maken en organiseren met de Tourclub? Welke ritten springen er echt uit? Nou, met de Tourclub, de zondagse ritten die we hebben. Zo ongeveer 100 verschillende ritten liggen. Ja, de start is altijd hetzelfde natuurlijk, maar alle richtingen uit. Met de afstanden van 60 tot 100, 120 kilometer. Nou, en daar hebben we een rittencommissie hebben we, en die stelt dus een programma samen. Voor de zomermaanden. Ja, en als u er eentje echt moet noemen, welke springt er echt uit? Nou, wat ik altijd wel heel erg leuk vond, was de rit naar Bergendal. Want dat is natuurlijk behoorlijk, het is een hele vlak, maar daarna mag je toch ook weer even wat klimmen. Dat zijn hele leuke ritten. Een hele leuke rit eigenlijk wel, ja. Oké, hartstikke bedankt. Oké.